Het schort heel erg aan het sociaal beleid van deze overheid, waren de woorden van Erwin Holband, directeur Stichting Matuku, tijdens een persconferentie vandaag, waarbij een deel van de directeuren van de particuliere sociale instellingen voor mensen met een beperking hun misnoegens hebben geuit. De situatie omtrent het laag minimumuurloon en de procedure voor subsidieaanvraag baart de vertegenwoordigers zorgen. Leni Hardenbol, directeur van Stigesu, is niet te spreken over de nonchalante houding van de regering. Maar ik weet niet wat daar gebeurt. Het lijkt wel een bakoverwinkel. Ik weet het niet. Ik bedoel dat je niet eens reageert. Ja, u lacht erom omdat ik die term gebruik. Omdat ik echt zo boos ben dat mensen ons gewoon negeren. Gewoon niets doen. Ik bedoel, ik kan me dat niet voorstellen. Als je buurvrouw iets heeft, dan ga je nog daar naartoe om te helpen. Nu ligt er een scala van problemen op je bord. En nou, je stuurt niet eens een brief. Hé, dankjewel, ik heb hem ontvangen. Zelfs dat niet. Maar het is een overheid niet waardig dat wanneer je aangeschreven wordt, dat je niet reageert. Laat tenminste weten van we hebben je brief gezien en we komen erop terug. Maar dat niet eens. Of mogen wij de president niet meer aanschrijven? Of mogen, waar moeten we naartoe? Waar moeten wij naartoe? Waar moeten we met onze kinderen naartoe? Laten we naar elkaar correct blijven. Laten we met elkaar in overleg gaan. Laten we met elkaar praten en op die manier proberen een oplossing te vinden. De vertegenwoordigers geven aan dat er reeds 2 brieven zijn gestuurd naar de president, maar dat er desondanks nooit een reactie is ontvangen. Ze zijn van mening dat het aanpassen van de subsidiegelden en de aanvraagprocedure prioriteit zullen moeten genieten op de agenda van de regering. Maar ook de snelle afhandeling van mag daarbij niet uitblijven. Het gaat in dit geval om een zeer kwetsbare groep die nimmer mag worden vergeten. Lea Overeen, directeur van Kennedy Stichting, stelt dat deze situatie ook leidt tot zeer gedemotiveerd personeel. Alles van de organisatie geef je af aan sociale zaken, dan gaat de procedure beginnen. Dan worden de stukken doorgenomen door een team daar, een speciale afdeling die is aangewezen om het te beoordelen. Dan gaat er weer een maand voorbij, dan praten we over april, mei. Gegeven ogenblik hoor je juni, dat zijn de stukken opgestuurd naar de directeur van sociale zaken, daarna naar de minister van sociale zaken, daarna gaat het weer terug naar de afdeling die dat heeft beoordeeld. En daarna hoor je dat de stukken naar financiën zijn. Dat gelooft u me, dat zijn we al in de maand augustus, dat beschikken die instellingen helemaal niet meer over financiële middelen. De vertegenwoordigers stellen dat ze gauw een oplossing vanuit de beleidsmakers tegemoet zien. Zo niet zullen zij genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten. We lenen geld om open te blijven en dat kan zo niet doorgaan. Er moet verandering in het beleid komen, sluit Overeen af.